Liefhebbers van zacht lenteweer kunnen hun hart ophalen bij het zien van deze temperatuurpluim. Dit is de pluim van het Europese weermodel voor het midden van ons land. En dan zien we dat voor de komende tien dagen de temperatuur wel een sterke voorkeur heeft voor de stijgende lijn. Op zondag zien we nog een klein dipje van de temperatuur, maar na het weekend in de loop van de nieuwe week hint het Europese weermodel op temperaturen van meer dan 20 graden en misschien zelfs wel richting de 30 graden. Dat zijn dan natuurlijk de warmste members van deze run. Nou, de hoogste temperaturen in ons land worden natuurlijk meestal bereikt in het zuiden en in het zuidoosten. En daar heb ik ook even de weerpluim voor meegenomen. Het is wel even opletten, want de schaal van de eias die verandert van 30 naar 35 graden. Maar dat geeft al wel aan dat we in deze regio van ons land echt wel rekening kunnen houden met temperaturen die boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar uitkomen. En daar dus echt wel richting die 25 en misschien wel 30 graden gaan. Die temperaturen zijn natuurlijk heel aangenaam, maar bij een pluim hoort natuurlijk ook altijd wel onzekerheid. En die onzekerheid zit er met name dan in de windrichting. En daarvoor maak ik even het overstapje naar het Amerikaanse weermodel om eens te kijken hoe de luchtdrukverdeling er de komende tien dagen uitziet. Nou, en als we de simulatie even oppakken op donderdagochtend, dan zien we hier een hoge drukgebied liggen boven de Golf van Biscayen in de buurt van de Azoren. En dat hoge drukgebied heeft niet voor niets ook de naam het Azorenhoog. En die gaat de komende tijd wel heel bepalend zijn voor het weer in onze omgeving. Nou, dat hoge drukgebied brengt natuurlijk heel rustig weer met zich mee. En als ik de animatie dan wat verder laat lopen, dan zien we dat hij zich af en toe ook een connectie probeert te maken met het hoge drukgebied hier... En dat betekent dat we in onze omgeving in een zadelgebied terechtkomen. Dat is een beetje zo'n niemandsland tussen twee hoge drukgebieden. En in zo'n zadelgebied valt de wind vaak weg. En dat betekent dat bij zo'n gebrek aan wind, vrijwel windstille omstandigheden, dat die gevoelstemperatuur ook nog eens een stuk hoger kan gaan uitvallen. Nou dat hoge drukgebied dat blijft een beetje in deze omgeving verplaatst zich af en toe wat naar het noorden houdt bewolking en regen ver bij ons vandaan dat trekt allemaal ten noorden van ons langs. Een enkele onderbreking op zaterdag, dan trekt een bandje met neerslag vanuit het westen wel over onze omgeving, maar verder vrijwel droge omstandigheden dus onder de invloed van die dalende luchtbewegingen in dat hoge drukgebied. Voorlopig dus veel hoge druk invloed in onze omgeving. En dat is ook terug te zien aan de neerslagkans. Dit is wel weer van het Europese weermodel. Maar die gaat in grote lijnen mee met zijn Amerikaanse collega. En hier valt ook op dat dat bandje met neerslag. zaterdag over ons land gaat trekken. Dat brengt tijdelijk wat meer neerslag met zich mee. Maar daarna zien we het weer grotendeels droog worden. Kans op neerslag neemt wel ietsje toe. Maar daar zit ook wel de nodige onzekerheid bij. En wat we vaak zullen zien, is dat in de loop van de dag stapelwolken zich zullen ontwikkelen. En dan in het binnenland misschien een enkele bui kunnen veroorzaken. Nou, de samenvatting voor de komende 10 dagen is dus flink wat zonneschijn, nauwelijks neerslag en temperaturen die dus mogelijk richting 20 of misschien zelfs wel 30 graden gaan.